Ik ben Alwoyska van der Molen. Ik ben nu in mijn atelier in Amsterdam-West. Dus mijn donkere kamer, maar ook mijn werkruimte in het licht. Ik druk in mijn werk af. Ik ontwikkel mijn films hier. Retoucheren, scannen van negatieven. Het overdenken, het uitproberen, werkprints maken. En jullie zijn hier te gast vanwege mijn expositie Blanco in Foam. In mijn atelier ontwikkel ik mijn films. Maak ik de contactafdrukken. En maak ik de werkprints. En doe ik allemaal met de hand analoog. Zodat ik meteen zie wat het negatief kan. Maar het fotograferen zelf uiteraard doe ik daarbuiten. En de reis ernaartoe buiten Nederland. Of het nou een lange tocht met de auto is. Soms is het met een vliegtuig naar een eiland. Is al belangrijk om afstand te nemen van mijn dagelijkse omgeving. Ja, soms is het heel duidelijk dat ik een gebied kies om naartoe te gaan. Soms is het een gok dat ik heb gelezen hoe een gebied kan zijn, wat voor natuur het is, hoe de atmosfeer of temperatuur is. En dan maakt me dat nieuwsgierig of vermoed ik dat ik daar mijn werk kan gaan maken. En moet ik dat natuurlijk altijd uitproberen. En soms mislukt het en is het heel anders dan dat wat ik verwachtte. Als klein kind vond ik de tekeningen van Martin Toonder heel boeiend. De tekeningen die hij maakte bij zijn geschreven verhalen over Olie bij Bommel. Al die wouden die hij daarin tekent met van die slurpende mist door de bomen heen. Dat vond ik altijd heel fascinerend. Dus op een gegeven moment ging ik naar een eiland waarvan ik vermoedde dat het er zo uit kon zien. Ik ging niet naar Ierland, waardoor hij zich veel heeft laten inspireren. Dus dat kan een aanleiding zijn om ergens naartoe te gaan. In het begin van de landschappen die ik fotografeerde, wilde ik per se naar zwarte grond. Dus ging ik echt naar vulkanische eilanden. Maar inmiddels zoek ik veel meer het sappige, vruchtbare groen op. Wat natuurlijk uiteraard zwart-wit resulteert in het werk. Het is heel intuïtief eigenlijk hoe ik de locaties kies. Als ik dan eenmaal ben aangekomen, dan meestal wil ik gelijk aan het werk, want dan kom ik uit de jachtigheid van mijn dagelijkse bestaan in de stad. En dan arriveer ik op de plek waar ik wil gaan werken. En het maakt niet uit hoe lang de reis daar naartoe heeft geduurd. Als ik aankom, wil ik het liefst ook meteen aan de slag. En iedere keer trap ik daar eigenlijk in, want het duurt gewoon echt een paar dagen. Dat zal iedereen kennen die bijvoorbeeld op vakantie gaat. Het duurt een paar dagen voordat je tot rust komt. Daarom is het goed om zeker een week of tweeënhalf week weg te zijn. Omdat de eerste 5 dagen ik toch echt moet aanvoelen ook waar ik ben, wat het gebied geeft. En wanneer dat gebeurt wat ik wil dat er gebeurt, dan fotografeer ik. Soms haal ik maar 1 keer per dag mijn camera uit de tas. Omdat door wat voor omstandigheden dan ook het niet lukt om die connectie met het landschap te krijgen die nodig is om het werk te maken wat ik maak. Het analoog fotograferen werkt voor mij heel goed omdat ik wanneer ik fotografeer en in het landschap ben en pas fotografeer wanneer dat ene onbeschrijfelijke of magische gebeurt wat ik ervaar als ik lang op mezelf in het landschap verblijf. Als ik dan meteen op het schermpje zou zien wat het resultaat is, dan word ik denk ik uit dat moment getrokken van mijn zijn daar. Als ik thuis kom na een reis, ontwikkel ik zeker niet meteen mijn films. Dat kan ook nog afhangende sowieso van wat ik moet doen wanneer ik terug ben. Soms 2 weken, 3 weken laat ik het echt even rusten. Die tijd ertussen is goed om het met meer afstand de foto's te kunnen beoordelen, denk ik. Oh,
waarom ik graag daarna met de hand op pariet afdruk, dus analoog afdruk, is omdat ik de materialiteit ook heel erg belangrijk vind en het trage proces ervan. Bij iedere foto is eigenlijk uniek. Het is steeds kijken hoe licht of donker ik het af moet drukken. En dat is uiteraard ook wanneer je digitale drukken maakt, maak je daar beslissingen over. Maar het proces, denk ik, van het alleen zijn in het landschap gaat voor mij toch op een of andere manier door in de donkere kamer. Het heel erg leuk om terug te zijn in Foam na 9 jaar en pas 4 jaar afgestudeerd toen ik stadsbeelden toonde in Foam 3 hoog. En het is een heel mooi resultaat om 9 jaar later dan nu met een solo mijn werk te laten zien in het Foam. Daar ben ik trots op. De serie die ik toen in Foam 3 hoog liet zien, Maintain Ground, dat waren foto's die ik maakte langs de rand van de stad. In het centrum van de stad waar veel afleiding is en veel lawaai. En dan zocht ik juist de plekken op langs de rand van de stad waar de stilte meer overheerste. En tijdens het maken van al dat werk, dat deed ik in 4, 5, wist ik wel heel duidelijk dat dit een proces was ergens naartoe. Het was het nog niet, al wist ik helemaal niet waar ik naartoe ging, maar het was voor mij duidelijk dat ik door moest gaan met dat werk maken om mijzelf beter te begrijpen wat ik nou eigenlijk zocht in mijn beelden. En er is 1 foto heel duidelijk, dat is een overgangsbeeld naar de landschappen. Dat was in 2008 dat ik daar achter kwam en in 2009 ben ik toen als het ware doorgegaan. Ik zie het niet als een verandering, maar als het werk wat doorgaat alleen met een ander onderwerp. De laatste foto in de stadsserie die ik maakte is van een huis die op een afgrond staat. En dat was een heel belangrijk werk, omdat plots zag ik bij het zien van die afgrond, dat is waar ik heen moet. De aarde in, de grond in. En vooral ook het zwarte, dat stuk zwarte grond afgeschraapt waar het huis op rust, dat intrigeerde me heel erg. Ja, dat was echt de aanleiding om zwarte grond te gaan zoeken, het landschap in te gaan. In de Foam-expositie is 1 foto die heel nieuw is. Dat heb ik 2 maanden geleden gefotografeerd. En ik wist ook niet dat dat voor mij dat kon betekenen. Maar het lijkt alsof daar heel veel samenkomt in wat ik onbewust zoek of ervaar in het landschap. Het is die muur van die hoge zee die kan bijna. Dat is zo'n massief blok. Dat is heel indrukwekkend, vind ik. En op de voorgrond is daar dat soort van weggetje waarin, als je daar overheen loopt, weet je niet waar je in tuimelt bijna. Dus er zit iets bedreigends in die foto, maar ook iets heel schoons. En die tegenstelling vind ik heel, heel boeiend. Maar ik wil het ook nooit precies weten wat ik nou daar zoek wanneer ik daar ben. Maar deze foto is een voorbeeld van dat deze mij antwoorden geeft. En daar ga ik natuurlijk weer op verder borduren. En daarom ben ik totaal nog niet klaar daar in het landschap. Want wat kan ik met deze antwoorden die foto mij eigenlijk geeft? Dat roept meteen weer nieuwe vragen op. En dat is het mooie van het
blijven doorgaan in, voor mij, ja, ik wil dat nog steeds geen onderwerp noemen, maar ik ben daar nog niet klaar zijnde in het landschap.